Vandaag is het Vaderdag. Kijk, dat is voor mij ontbijt op bed en cadeautjes. Hartstikke leuk. En vroeger kregen we altijd van die gekleide asbakken. Maar dat krijgen we tegenwoordig niet meer. Dus dan kunnen we iets minder stuk gooien. Maar die knutseldingetjes is zeker nog de moeite waard. En ik zou zeggen, iedereen een fijne Vaderdag. Die vader is natuurlijk. En anders, ga eens op bezoek bij je eigen vader, mocht die er zijn. Laten we iets gaan tekenen wat met Vaderdag te maken heeft. Doe je mee? Ja, vandaag Vaderdag. Wat teken je nou met Vaderdag? Ja, je kan een vader tekenen. Een typische vader. Vaders worden vaak afgebeeld als zijnde een man met een snor. Nou heb ik toevallig zelf een snor. Maar dat wisten jullie al. En een bril. Waar het op slaat weet ik niet. Maar zo wordt een vader vaak afgebeeld. Vader. Vader. Ja, wat geef je vader nou op Vaderdag? Je kan hem een stropdas geven. Al worden die steeds minder gedragen. Stropdas. Kijk, dat is ook wel handig. Dus kan ik gelijk een tip geven. Als je een stropdas tekent, moet je goed opletten. Die streepjes lopen net de andere kant op. Dus als je een stropdas tekent, deze lijnen bijvoorbeeld zo, dan weet je zeker dat de strepen aan de op de knoop de andere kant op lopen. Of anders is die niet goed gevouwen. Nou, dat was een kraagje. Kijk, een kraagje erbij. Zo. Vader is een stropdas. Vader nek. Ademsappel. Dat is een man, hè. Een ademsappel. Een vrouw heeft geen ademsappel. Nee, heeft die wel. Een vrouw heeft al een ademsappel, maar die valt veel minder op. Zo. Blij vader. Goed, stropdas. Wat kan je nog meer geven aan vader? Vader. Wat vaders ook leuk vinden is een kookschort. Ook al kookt de vader nooit, dan gebruikt hij het wel voor de barbecue. Dat is dan echt zo gaaf is het om zo'n lederen schort te hebben. Leder. En dan een beetje een robuuste schort. Vindt vader altijd leuk. Bierglas. Een mooi bierglas. Vindt vader ook vast leuk. Ja, moet hij natuurlijk wel bier drinken. We hebben laatst ook al die keer die bierpullen getekend. Hè. Zo. Bierpul. Vroeger kregen we een gekleide asbak als vader. De meeste vaders roken niet meer. Tenminste, ik ben er al heel lang geleden mee gestopt. Ik heb ooit een pakje per dag gerookt. Dat is niet gezond. Maar dat doe ik gelukkig niet meer. Ik vind het altijd. Eigenlijk is alles wat je krijgt als vader leuk voor je kinderen. Het gekke is, je vergeet vaak dan je eigen vader. En voor hem is het natuurlijk ook Vaderdag. Dus op Vaderdag bel ook even je eigen vader. Ik zou zeggen, fijne Vaderdag voor alle vaders. En anders, denk goed na wat je vader geeft vandaag. Tot morgen in de volgende video.